Eerst maken we kennis met een bedrijf uit Waalwijk dat gebruikte drukpersen opknapt en verkoopt over de hele wereld. De Brabanders bewijzen dat ook in een branche die het moeilijk heeft er geld te verdienen valt. Het bedrijf handelt met name in offset rotatiepersen, waarmee boeken, kranten en tijdschriften worden gedrukt. Mijn achtergrond, ik ben registeraccountant. Ik heb een geschiedenis bij PricewaterhouseCoopers. Heel raar, ik ben mechanisch geschoold. En toen in mijn, ik vergeet het nooit meer, mijn praktisch jaar werd ik helemaal moe van de cultuur in veel technische bedrijven. Allemaal geklaagd. En toen ben ik een hele andere richting op gedaan. Kunstgeschiedenis gestudeerd, handvaardigheid tekenen. Daar ben ik ook docent in geworden. En uiteindelijk via een vakantiebaantje weer terug in GWS terechtgekomen. En daar ook nooit meer weggegaan. Ja, ons afzetgebied is de wereld, dus alles buiten Nederland. Nederland is voor ons eigenlijk meer een koopmarkt. Met hier en daar een uitzondering daargelaten waar we wat service doen en wat kleinere werkzaamheden. De wereld, dus alle landen die je maar kan bedenken. Nou, we zijn hier aan het werk aan zo'n boekenpers. Dit is een pers die gaat naar Jakarta. Deze machine die gaat schoolboeken maken voor het ministerie in Jakarta. En onze monteurs die zijn de laatste handelingen aan het verrichten aan de machine. Daar moeten afstelwerkzaamheden aan gebeuren. We kijken de machine altijd even goed na voordat die hier natuurlijk vertrekt. Zodat de monteurs ter plaatse weinig problemen ondervinden en die machine ook goed kunnen installeren en hem ook fatsoenlijk in bedrijf kunnen nemen. Je hoort veel van, hey, heeft dat nou nog wel toekomst, die grafische industrie? Onze machines die drukken natuurlijk niet alleen maar kranten en tijdschriften, maar ook schoolboeken. Wat in hele grote delen van de wereld nog een grote groeimarkt is. Dus daar zien we nog heel veel potentieel. Maar naast de offset rotatiedrukmachines proberen we ons steeds meer te concentreren ook op de nieuwe digitale drukpersen. Wat toch een nieuwe technische ontwikkeling is in ons vakgebied. En daarnaast proberen we ons te focussen op op online verkopen van bijvoorbeeld onderdelen of van supplies die drukkers nodig hebben in een drukkerij. Dus we proberen onze productgamma ook wat te verbreden. Wanneer je in het bedrijf bent, merk je aan alles dat ze plezier hebben in hun vak. De meter, we zien al een beetje hoe we erover praten, maar dit is natuurlijk een heel leuk vak. Wij reizen de hele wereld over. We zijn een relatief klein bedrijf wat heel internationaal actief is. We zijn daarbij ook nog de grootste in ons vakgebied. Zo worden we ook herkend in de markt. En er zijn weinig plaatsen op de wereld waar wij niet geweest zijn. En daar ontmoet je dus ook hele unieke mensen. Want je zit in een medialandschap en vaak zitten daar natuurlijk hele fantastisch creatieve en aparte en leuke mensen. En dat maakt ons vak gewoon fantastisch. We hebben natuurlijk, je hebt natuurlijk verschillende landen, wordt het een beetje technisch, maar die een andere stroomvoorziening hebben. 60 hertz, 50 hertz, dus dan moet je ombouw doen. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn, we hebben klanten die in Afrika zitten en die zeggen juist daarom van nou, ik wil eigenlijk niet zo'n high-tech machine, doe het maar een beetje minder. Zodat wij lokaal met de lokale smid om de hoek die machine gewoon kunnen onderhouden, dat we niet steeds afhankelijk zijn van monteurs uit Europa. Een klant koopt niet iedere week iets bij ons, maar koopt één keer in de 5 of 10 jaar iets bij ons. Dus dat proces is voor zo'n klant heel belangrijk en daar moet hij heel goed in begeleid worden. Dus geef die klant de tijd, luister naar wat hij nodig heeft en probeer daar zoveel mogelijk invulling aan te geven. En soms hebben klanten hele bijzondere wensen. Deze klant die deze machine koopt, want uiteindelijk gaat zo'n machine naar een privéonderneming die dan drukt voor de overheid. En dit is een verwoed Harley-Davidson verzamelaar. Dus als je over een week hier weer terugkomt, dan staan hier 6 Harley-Davidsons binnen. Dan staan er 5 Indonesiërs binnen die Harley-Davidsons dan vervolgens netjes gaan verpakken. En die dan in hetzelfde transport netjes gedocumenteerd met de machine meegaat. Om die man zijn Harley-Davidsons te kunnen leveren die hij hier zelf heeft ingekocht. Meer weten over dit bedrijf uit Waalwijk? Kijk dan op onze website www.business-channel.nl.